Via dit bedrijf in Sliedrecht worden honderden Roemenen ingezet voor werk op scheepswerven in heel het land. Er zou gewerkt worden via een speciale Europese regeling. Maar de FNV zegt dat die regeling verouderd is en Roemeense arbeiders hierdoor dus veel goedkoper zijn dan de mensen die nu al op de scheepswerven werken. De regel is gelijk loon voor gelijk werk. Dus als je als Roemeen in Nederland komt werken, hoor je naar Nederlandse maatstaven te worden betaald. Ook daarover hoor je premies op te bouwen. Wat er hier gebeurt is dat het bruto uurloon zodanig omlaag wordt gebracht dat daaraan niet meer wordt voldaan. Het is een hele duidelijke regelgeving waar wij ons zowel nationaal als internationaal aan houden. En het feit dat het FNV deze regelgeving niet leuk vindt, wil niet zeggen dat die niet legaal is. Wij houden ons aan alle regels. De arbeidsinspectie heeft op scheepswerven in het noorden van het land waar Roemenen werken onderzoek gedaan. En daaruit zou blijken dat de CAO omzeild wordt en dus het betaalde loon voor de Roemenen lager is. Ook in deze regio zijn scheepswerven. Maar het bedrijf zegt dat alleen in het noorden van het land zo gewerkt wordt. Hier in onze regio is dat niet zo. Hier wordt minimaal het wettelijk CAO-loon betaald en dus zijn de lonen hoger. Vakbond FNV gelooft daar niets van. We hebben nu een inspectierapport in handen over de situatie in Groningen, op de Groningen Shipyard. Maar dit uitzendbureau is een van de grootste in de scheepsbouwindustrie. We kunnen op dit moment hebben van de andere werven inderdaad geen rapport. Maar we hebben wel loonstroken gezien waaruit eigenlijk dezelfde situatie blijkt. Dus ook in deze regio worden, zegt u, mensen onderbetaald? Ja, worden mensen onderbetaald en wordt de A1 schijnconstructie toegepast om op loonkosten te drukken. Waarmee Nederlandse werkers de markt uit worden gedrukt. Maar dat mensen weg moeten en vervangen worden door een Roemeense kracht, dat herkent u dan niet? Nee, dat herken ik niet.